Welkom op de werkconferentie Build up Skills. Blij dat u vandaag bij elkaar komt, omdat u met elkaar praat over een heel bijzonder onderwerp en ook een heel belangrijk maatschappelijk onderwerp. Namelijk hoe gaan we met elkaar het energieakkoord uitvoeren. Het energieakkoord, een afspraak tussen 47 partijen, van het kabinet tot en met de Greenpeace, om eindelijk de verduurzaming van de energiesector in ons land aan te pakken. Daarvoor is heel veel nodig. Uiteindelijk gaat het bij het energieakkoord om hoe en wie het uitvoeren. En uiteindelijk als het gaat om de echte uitvoering... dan zijn dat al die technici die in die huizen of in die fabrieken... of bij allerlei gebouwen van maatschappelijke organisaties aan de slag gaan... met allerlei vormen van duurzame energie en van energiebesparing. Als zij niet de kennis hebben om het project op een goede manier uit te voeren... dan gaat het mis. En daarom zijn dit soort programma's van essentieel belang... Ook al zijn het maar onderdelen van het energieakkoord, zijn ze wel van essentieel belang voor het uitvoeren en voor het halen van die doelstelling van het energieakkoord. Het is uh, overduidelijk dat wil je echt kunnen doen aan energiebesparingen of aan duurzame energie, dat de bouwsector en de installatiesector dat die veel nauwer met elkaar zullen moeten gaan samenwerken dan tot op heden gebeurt. Het is onmogelijk om als gescheiden partijen echt... ...de goede oplossingen aan te bieden aan de bedrijven, aan de consumenten. En vandaar ook mijn oproep aan bouwers en installateurs: ...pak het probleem gezamenlijk aan. U heeft uw koepels, hebben het energieakkoord ondertekend. Ze hebben daarmee zich ook verplicht om bij te dragen... ...aan die duurzame energie en aan die energiebesparing. Dat betekent dat u ook op lokaal niveau zult moeten gaan samenwerken... ...en dat u die problemen ook gezamenlijk moet oplossen... ...en dat u vooral die oplossingen ook aan de burger en aan die maatschappelijke groeperingen moet aandragen. Zij moeten worden geholpen, zij moeten worden ontzorgd. En alleen samenwerkende bouw- en installatiebedrijven kunnen het goede antwoord geven aan die burger... die vraagt om een oplossing voor zijn of haar energieprobleem. Dus met andere woorden, ze zijn onmisbaar. Maar wat vooral noodzakelijk is, dat ze dat met voldoende kennis doen. Dat ze dat op een effectieve manier doen... En ook op een kosteneffectieve manier. De wereld van duurzame uh, energie die gaat zo snel. Uh, dat die kennisinstellingen hebben dikwijls uh, te veel tijd nodig hebben om zich aan die nieuwe omstandigheden aan te passen. En daarom is het uh, heel goed uh, als ook uh, dit soort programma's, als die gewoon wat sneller werken dan de traditioneel onderwijsinstellingen. En proberen om al die mensen die al bezig zijn, die al aan de slag zijn in die energiebesparingssector, om die versneld kennis bij te brengen. Het is nu zaak dat het ook in de regio's terecht komt. En dat betekent dat bijvoorbeeld de ROC's en alle andere opleidingsinstituten... dat die ook aan de slag gaan met wat landelijk is voorbereid. Want uiteindelijk moet het werk ook in de regio's gebeuren. En gebeurt het werk ook in de regio's. Namelijk de mensen in de installatiesector en in de bouwsector zijn in de regio's bezig. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen tegen iedereen die op deze werkconferentie uit de regio komt... Kijk naar het materiaal. Het ziet er voortreffelijk uit... Ga ermee aan de slag en zorg dat het in uw onderwijsplannen wordt geïntegreerd. Ik denk dat de essentie van nieuw vakmanschap in de installatie en in de bouwwereld is, is dat je bij bent. Dat je weet wat er zich maatschappelijk afspeelt. Dat je je realiseert dat je bezig bent met een van de grootste vraagstukken. Waar we op dit moment wereldwijd ons zorgen over maken. Het gaat over klimaatproblematiek. Het gaat over de transitie van fossiele industrie, van fossiele energieopwekking eh, naar duurzame energieopwekking. En dat betekent simpelweg dat je bij moet blijven. Je moet weten waar het over gaat. Je moet de achtergrond kennen. En je moet uiteindelijk ook de juiste technieken kunnen toepassen. En dat zou voor mij de invulling zijn van het nieuwe vakmanschap. En daarom is het van, van heel groot belang dat iedere keer tijdens deze werkconferenties ook weer die nieuwe technieken, die nieuwe mogelijkheden aan, aan, aan de orde komen, dat u ze met elkaar bespreekt. U bent essentieel voor het slagen van de doelstelling van het Energieakkoord. En als je essentieel wilt zijn, moet je ook zorgen dat je precies weet waar je over praat. En daarom is het mooi dat u vandaag bij elkaar bent en dat u met elkaar nadenkt over hoe al die specialisten, die allemaal bezig zijn met dit heel belangrijke werk, hoe die veel meer met elkaar kunnen samenwerken, hoe ze elkaars deskundigheden en talenten eh, kunnen aanvullen en hoe ze dus op deze manier, door dus samen te werken, heel effectief bezig zijn met het op de werkvloer vervolmaken van die doelstellingen in ons nationale energieakkoord.